Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan het kabinet voor de gegeven antwoorden. Voorzitter, angst is een slechte raadgever en ik zou het kabinet willen aansporen om de angst die voelbaar is in de samenleving, ook in dit huis vandaag, niet weg te wuiven, dat gebeurt ook niet, maar deze ook vooral niet aan te wakkeren. In het debat van vandaag is het veel gegaan over het belang van de aanwezigheid van wijkagenten. Terecht, want ook de Partij voor de Dieren vindt dit erg belangrijk. Wijkagenten zijn de ogen en oren van de wijk en kunnen problemen in een vroeg stadium detecteren. Ik vraag het kabinet nogmaals om actief te bouwen in een samenleving waarin verbondenheid en saamhorigheid het uitgangspunt vormen. Ik verwacht van het kabinet dat ze zich verzet tegen het wij-zij-denken en de tegenstellingen die daaruit voortvloeien. En dat ze deze met argumenten bestrijdt. En dat het kabinet geen spierballentaal uit over de oorlog, waarbij te vragen is of die oorlog nou juridisch bedoeld is of overdrachtelijk of een statement of facts, waarbij een aantal facts wel duidelijk is, maar het statement bepaalt niet. Voorzitter, belangrijker dan om te zien hoe we oorlog kunnen voeren, is om te zien hoe we de vrede kunnen handhaven. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer